Goedendag, hier weer het video weekbericht. We beginnen met een wat bijzondere grafiek. De gra prijsgrafiek van tweedehands auto's in de Verenigde Staten. Uh, waarom laat ik dit zien? Nou, meestal is dat een hele mooie economische indicator. Uh, als de prijzen omhoog gaan, dat betekent dat er echt economische vraag is, maar in dit geval is het denk ik wat uitzondering. Uh, omdat het een hele specifieke vraag- en aanbodverhoudingen zijn. De aanbod is er wat uh, vervallen, omdat de fabrieken in de Verenigde Staten stil hebben gelegen, dus kan je geen nieuwe auto's kopen. En De vraag neemt juist enorm toe omdat mensen niet met openbaar vervoer willen gaan. Dus ik ben bang dat dit heel erg coronagevoelig is. En dat oh, hopelijk over een tijdje ook weer zal weg hebben. Dan volgende week hebben we het eerste verkiezingsdebat tussen Biden en Trump. En dat zal heel erg spannend worden. Sowieso de verkiezingen worden heel erg spannend. Uh, er is nou ja, er is zoveel over te vertellen. Eén aspect wil ik er even uithalen: het stemmen per uh, post. Uh, en omdat Trump heeft gezegd dat het gevoelig voor fraude is, hij heeft het zelf in het verleden ook wel eens gedaan. Maar goed, het is gevoelig voor fraude zegt hij en dat is een verhaal wat goed landt bij de Republikeinen. Je ziet dat zelfs 50% denkt dat het daardoor veel meer fraude is, terwijl maar een minimale uh, geval is bij, uh, bij de Democraten. Dan een interessante grafiek, vind ik persoonlijk dan in ieder geval de goudkoper versus de 10 in de Verenigde Staten. En er zit een hele grote correlatie tussen. En het lijkt een beetje uh, het verhaal tussen het aantal ooievaars in Denemarken en het aantal geboren baby's. Maar dat is niet zo. Uh, dit, hier zit echt een onderliggende correlatie in. En dat, de, dat is wel de volgende reden. Als de rente heel erg sterk daalt, betekent dat de goudprijs relatief aantrekkelijk wordt. Dus dalende rente betekent uh, dat uh, goud aantrekkelijker wordt. En als het heel goed gaat met de economie, dan hebben bedrijven veel koper nodig om te produceren. En een stijgende economie gaat gepaard met een stijgende rente. Nou, dat verklaart waarom deze correlatie zo mooi is. Overigens zien we wel dat de rente wat ver gedaald is. En dat komt natuurlijk door de monetaire acties van de centrale banken. Die we de laatste tijd hebben gezien. Als we het over de rente hebben. Dan is het ook wel eens leuk om te kijken. Nou, wat houdt u er nou aan over als u nu een tienjarige obligaties belegt na aftrek van inflatie? Nou, in Nederland kost u dat nog steeds een procent. Inflatie is niet zoveel, maar ja, je verliest een half procent op Nederlandse staatsobligaties. Hetzelfde geldt in Duitsland. En eigenlijk is dat al heel erg lang zo. Dat is al sinds Mario Draghi met zijn fameuze woorden 2012 is begonnen. Hebben we eigenlijk al na genoeg de hele periode een negatieve reële rente, dus na de aftrek van de inflatie. Overigens, Italiane Boffeman weer, daar heb je bijna geen inflatie en de rente is een stuk hoger, dus die heet de positieve uh, rente. Ik weet niet of je daar nou zo blij mee moet zijn, um, want die, die hele lage inflatie is wel een teken dat het economisch ook niet zo goed gaat. Dan een heel mooi plaatje over vermogensverdeling in Nederland. En we klagen natuurlijk heel veel over de vermogensongelijkheid, die is groot. Maar er worden altijd pensioenen eventjes buiten gesloten. En daarom laat ik deze grafiek even zien. We zien dat pensioenen, als je naar het vermogen van Nederlanders kijkt, maar liefst 70% van hun vermogen uitmaken. Er wordt natuurlijk even het huis nog uitgelaten. Maar 70% is enorm. En zeker als je dat internationaal vergelijkt, dan is het maar 26%. Oftewel, we klagen veel over pensioen. Maar bij ons is het nog steeds heel erg belangrijk. En dus goed geregeld als je het vergelijkt met het buitenland. Dan de macro-economische agenda. Uh, uitermate interessant, natuurlijk. Uh, ik had het al over het TV-debat tussen Biden en Trump. Maar ook Lagarde gaat voor het Europees Parlement spreken. Um, en daar zal natuurlijk veel over green bonds gaan en over de monetaire steun. En we hebben weer de officiële PMI-dag. Uh, en natuurlijk aan het einde van de week uh, Payroll Friday. Dus dat belooft ook. Erg interessant te worden. Nou, genoeg om naar uit te kijken. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.